In Vlaanderen en bij uitbreiding in Europa hebben we nog heel weinig mijnen, waardoor het materiaal dat we elke dag gebruiken en misschien ook produceren als afval heel belangrijk wordt. En om van dat afval terug grondstoffen te maken, hebben we heel veel cleantech nodig. Niet alleen om het te scheiden en misschien wel op te werken dat het terug een grondstof wordt, maar ook de logistieke keten die al de afval bij die consumenten ophaalt en terugbrengt naar de producent is een grote uitdaging. Als we daar allemaal in slagen, dan kunnen we eigenlijk een circulaire economie waarmaken, waardoor we in Vlaanderen en ook in Europa minder afhankelijk worden van het buitenland. We leven in een wereld waarin natuurlijke grondstoffen steeds schaarser worden. De uitdaging is dus om duurzamer te produceren, maar ook om nieuwe grondstoffen te halen uit restproducten en afval. Wij geloven heel sterk in de circulaire economie. Onze missie bestaat eruit om uiteindelijk een betere wereld te creëren voor ons en onze kinderen. En dat doen wij door afval een tweede leven te geven in de vorm van materialen en energierecuperatie. Vandaag geven wij dus al 93,4% van al het afval dat wij ophalen een nuttige toepassing. 75% verandert in waardevolle materialen of secundaire grondstoffen. Maar ons uiteindelijke doel is om naar 100% te evolueren. Om dat te doen investeert Van Gansewinkel in vernieuwende technologische oplossingen. Zo bouwde het recent een gloednieuwe sorteerlijn voor zijn vestiging in Puurs. Wij laden ons credo afval bestaat niet door innovatieve en technologische oplossingen. En daar is deze lijn hier in Puurs een heel mooi voorbeeld van. Deze state-of-the-art lijn gaat volautomatisch materiaalstromen recupereren. Dat zijn vooral ferro- en non-ferro-stromen, hout, metaal, papier, karton en plastics. Eigenlijk is deze lijn uniek in de wereld. Daarnaast werkt het bedrijf ook samen met partners om via innovatie afval een tweede leven te geven. Een voorbeeld daarvan is de Antwerpse start-up Millibeter. Wij hebben bij Van Gansewinkel enkele duizenden tonnen organisch afval. In een zoektocht om daar iets innovatiefs mee te doen, hebben wij een strategische samenwerking aangegaan met Millibeter. Bij Millibeter gaat men voedselafval omvormen tot een nieuwe grondstof. Zij doen dat op een zeer innovatieve manier, namelijk met de larven van insecten, de larven van de zwarte wapenvlieg. Die larven die vreten zich letterlijk vol tot een hernieuwbare bron van eiwitten en vetten. Millibeter op zijn beurt gaat daar nieuwe grondstoffen en toepassingen voor creëren in lijmen, detergenten en zepen. Op die manier sluiten we de materialenkringloop en maken we er een mooiere wereld van. Om afval maximaal te kunnen herwerken tot grondstof is een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven met afvalstromen. Van Gansewinkel stimuleert hen om ook bij te dragen aan de circulaire economie. Onlangs hebben wij een nationale afvaltest ontwikkeld. Deze test dient ter sensibilisering van de bedrijven om hun afval aan de bron te gaan sorteren. Daarnaast hebben we het afvalprestatieprofiel ontwikkeld. Dat profiel geeft inzicht in hoeveel materialen je recupereert en uiteindelijk hoeveel CO2-uitstoot je vermijdt. Bovendien geeft deze test ook inzicht in hoe je concurrenten en je collega's het doen. Met andere woorden, een bakker kan vergelijken hoe hij sorteert ten opzichte van andere bakkers. Een logistiek bedrijf kan vergelijken met andere logistieke bedrijven. En dit is heel erg nuttig om zo tot een verbetering over te kunnen gaan. Elke dag streven we ernaar om samen met onze klanten het milieu minder en minder te gaan belasten. Dit doen wij door inhoud te geven aan de circulaire economie en zoveel mogelijk materialen te recupereren. Wij zijn dus vandaag een volwaardig materialenbedrijf.